Goedendag, het was een week van herdenken en dat hebben we dan ook volop gedaan, maar toch koesteren we onze vrijheid wel voldoende. Maar jan Seigali was acht jaar gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid in Almere. Ze is geboren in Iran. En democratie, mevrouw Seigali, noemt u op de PvdA-website uh, een parel... waarmee uh, slordig wordt omgesprongen. Waar ja. merkt u dat aan? Um, vanuit het feit dat het op dit moment uh, Nederland wat zwart-wit denken wordt uh, gevoed... vanuit politiek, vanuit de samenleving... En dat kan leiden dat het wel groepen tegen elkaar worden uitgezet. En uh, dat kan de democratie en vrijheid van mening behoorlijk aantasten, waardoor je niet meer kan zijn wie je bent. Dat is ook een andere vorm van vrijheidsbeperking. Uh, ja, ja. Als iemand van de Partij van de Arbeid dat zegt, dan denk ik al snel dat. Uh, is dat een verwijt dat u richt aan bijvoorbeeld de PVV? Ik heb niet een politieke partij op oog. Mm. Uh, de komst van PVV is ook gewoon, denk ik, een signaal van de samenleving. Mm -hmm. Wat dat betreft vind ik dat je altijd serieus moet nemen. Maar ik mis in de politiek uh, de nuances. Uh, het, het feit dat het wel uh, iemand een andere afkomst heeft, wordt niet meer als verrijking voor de samenleving gezien, maar eerder als het uh, complexiteit. En dat is het gewoon wat ik denk van, nou, uh, of het, uh, nou PVV daarmee mm -hmm. komt, of iemand vanuit, uh, nou, uh, opinieleiders, nou, dat doet er niet toe. Het maar een gaat... fel politiek debat is dat ook direct een bedreiging van de democratie? Nou, debat is niet. Het, het gaat erom van, van, wat is de kern van het debat? Op mm. het moment dat je het wel hebt over, uh, nou. Uh, Vluchtelingen, migranten zijn bedreiging voor onze samenleving. Als je kijkt nu bijvoorbeeld naar de arbeidsmarkt, waar Nederland qua behoefte uh, zeg maar, uh, vraag naar heeft. En dan kijk je het wel van hoe wordt het gekeken naar bepaalde vraagstukken? Dan denk je gewoon van nou, uh, het, wordt, uh, het wordt heel erg in de groepen en de mensen vanuit bepaalde. Uh, afkomst gekeken. Het wordt niet gekeken naar Nederland, is een migrantenland. Uh, het is vanaf de 17e eeuw Nederland bepaald door de komst van migranten. En hoe kan, kunnen wij het wel deze Um, nou, doelgroepen benutten voor onze samenleving. Maar vindt u dan dat uh, het maatschappelijk debat uh, wordt bepaald door angst? Want dat begrijp ik ook een beetje in het stuk wat u hebt geschreven ja. op de website van de PvdA. He, de wereld om ons heen verandert. Aan ja. de ene kant betekent dat dat we wereldburgers zijn, eh, raadsen op de hoogte van alles wat in de ja. wereld gebeurt. Maar tegelijkertijd allerlei ontwikkelingen in de wereld ja, die beschouwen we dan ook als een bedreiging. Ja, ik, ik beschouw het wel als een. Uh... Een lichte vorm van bedreiging. Misschien ben ik er ook daar gevoeliger voor. Want ja. je komt uit een samenleving met een andere referentie. En je denkt gewoon van nou, nu hebben we het inderdaad een hele uh, prachtige uh, fundament van de democratie hier. En dat moeten we kusteren. En nou, moeten maar hoe we... kijkt u er eigenlijk aan? Want u bent inderdaad twintig jaar geleden naar Nederland gekomen als politiek vluchteling vanuit uh, Iran. Ja. Uh, kijk je dan anders naar wat zich op dit moment politiek in Nederland afspeelt? Uh, ik kijk altijd bijvoorbeeld met uh, verbazing hoe snel een uh, land uh, kan achteruit gaan als het maar niet uh, de democratie of het proces van democratisering zeg maar, goed begeleid wordt. Uh, dat heb ik in Iran meegemaakt. We hadden het nooit democratie. Dus daar, daar heb ik ook niet de juiste referentie. Nu zien we het wel in een aantal Arabische landen. En in Nederland heb je het gewoon, het, uh, inderdaad, het, uh, verschijnselen zijn niet van de afgelopen 30 of 50 jaar. Mm. Die zijn vanaf de 16e, de 15e eeuw, bij wijze van spreken. Maar zeggen we nou eigenlijk, ja, wij denken uh, als mensen die al heel lang in Nederland wonen dat het vanzelfsprekend is. Maar ja, u zegt, absoluut. pas op, je kan het zomaar kwijt zijn. Ja, ja. ja je, je kan het kwijt zijn of je kan het wel een andere wending aangeven. Mm. Ik bedoel, we moeten het ook niet de komst van een aantal. Uh, uh, nationalisme in de uh, uh, Eerste en Tweede Wereldoorlog, zeg maar, vergeten. Dus wat dat betreft, uh, wees voorzichtig, kuster... en probeer maar ook met de nieuwe uh, samenleving... en de komst van uh, allerlei kennismigranten, vluchtelingen, et cetera... kijken naar de verrijking in plaats van uit de bedreiging groeperingen uitsluiten... en alleen maar op zoek gaan naar Nederlandse identiteit, nationalisme. Dat oh. is geen antwoord meer voor de... Kosmopolitische samenleving. Dan begrijp ik ook uit het stuk dat u geschreven hebt, dat u zegt, ja, politiek kan eigenlijk niet alleen zelf het juiste antwoord geven. Want ja. daarover heerst toch te veel het korte termijn denken. Uh, u, want u bent acht jaar gemeenteraadslid ja. geweest in Almere. Hebt u dat nou zelf ook gemerkt, dat het politieke proces eigenlijk te kort schiet? Nou, kijk, het is, het is ook inherent aan het politieke. Je hebt vier jaar, je moet het gewoon bewijzen, ja. je moet het wel gewoon. Dus ik denk gewoon, uh, politiek moet zich ook laten voeden door inderdaad, wetenschap, voor mensen vanuit de velden samenleving. Doen ze dat niet, dan zal de duurzaamheid van het beleid gewoon niet goed gegarandeerd zijn. Uh, heb ik het gemerkt, ja, natuurlijk, als ik nu kijk naar bijvoorbeeld onderwerpen die ik zelf of wij zelf ook toen de tijd hebben geagendeerd, zie ik er weinig van echt terugkomen. Ik noem het wel armoedebeleid. Dat vond ik het wel een belangrijk onderwerp. En met een aantal aanbevelingen zie ik er ook niet meer zoveel van terug. Uh, maar dat is een hele kleine voorbeeld. En, uh, en, en vandaar dat ik denk gewoon van nou: een wetenschap die heeft het inderdaad vanuit een onafhankelijke ja. denker ook een rol. En, en het is ook: uh, je moet het wel toenadering zoeken. Je moet het wel kijken. Niet zoals hier: de, de taak van wetenschap is niet om beleid te beïnvloeden, maar de beleids. Uh, nou, mensen die het wel toch beleids maken... die kunnen zich door de wetenschap laten informeren... om tot de goede besluiten te komen. Maar tegelijkertijd, nu u dit zegt... Hè, politiek moet gaan praten met wetenschappers... met mensen uit de culturele hoek... Eh, merk je ook weer dat eh, diezelfde sector onder vuur ligt. Hè. Dat, worden, dat zijn toch vaak mensen, Ze wordt dan door de critici gezegd... die hun, hun eigen hobby's lopen te beoefenen... op kosten van de belastingbetalers... en elite die eh, in de verdrukking zitten, waar ook sterk op bezuin. U merkt dat zelf. U bent plaatsvervangend directeur van de stichting Erfgoed... Nou ja, volgens de Raad voor Cultuur wordt die wegbezuinigd straks. Ja, de ja, besluitvorming ligt inderdaad in de handen van minister en ja. staatssecretaris. Maar goed, het geeft aan he, dat, die, dat die sector. Uh, um... Ja, dat, 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 het wel de, dat, dat ook de vijandigheid richting elite is. ook inderdaad een onderdeel van. Dat ik vind ook dat het ook niet uh, zorgvuldig wordt omgegaan met de elite. Gisteravond hebben we met z'n allen kunnen zien dat het een prachtig evenement was. rondom Bevrijdingsdag. 5 mei, ja. Uh, 5 mei. En, uh, en uh, wat maakte het wel de dag uh, prachtig: was expressies van de kunst, van de dans, van het muziek, van allerlei uh, toch uh, erfgoed elementen. Uh, het is geen dus, linkse hobby. Ik denk dat het kunst, en cultuur en erfgoed, en dat heb ik ook hard op een paar keer uh, geroepen, uh, laat zich niet ontlenen door rechtse of linkse hobby. Het hm. is van de samenleving, het was van de samenleving, het zal het ook altijd zo blijven. Dus wat dat betreft, uh, ook denk ik gewoon van richting bezuinigingen, wat het wel iedereen begrijpt, dat er 200 100 miljoen moet gewoon bezuinigd hm. worden, dan moet je het kijken van. Waar, uh, waar gaan we bezuinigen? Met welke doel? En uh, uh, toch kunst en cultuur als elementaire okay. onderdelen van uh, democratie. Uh, wat, uh, 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 wat gaan we het wel hiermee aantasten? En dat is mijn grote zorg, inderdaad. Ja. Goed, er zijn dus zorgen. Toch, toch zie je ook bij herdenkingen op 4 mei dat uh, de belangstelling toeneemt. Dat hoor je bijvoorbeeld hier in de buurt, in Lelystad, in Zeewolde. Dat is toch ook een bemoedigend teken ja. weer? Dat we dus wel onze vrijheid koesteren. Ja, belangstelling voor erfgoed neemt het ook toe. Ja. Uh, ik constateer ook uh, prachtige verhalen uh, of uh, indrukwekkende verhalen, zo moet ik het zeggen, over allerlei uh, uh, geschiedenissen en gebeurtenissen. Dat maakt het ook dat we het blijven in onze herinneringen. Uh, behouden van wat betekent eigenlijk het, uh, het oorlog voor ons als generatie, maar ook voor de toekomstige generatie. Dus de belangstelling voor, uh, ik denk, voor de herdenking vloeit voort vanuit uh, toch uh, erfgoed, uh, 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 meer vanuit uh, uh, wie we zijn, ja. uh, wie, wie, wie we waren en wie we zouden er wel moeten zijn. Dus maar wat dat, dat, toch dat betreft teken vind dan. ik het heel goed teken en ik vind dat het ook. Uh, nou moeten we het wel ook blijven aanmoedigen. Mevrouw Segali, bedankt. Graag gedaan. Dit was over Flevoland gesproken. Heel graag tot morgen.